Ik denk dat een, een gelukt museum, of het nu een stadsmuseum of een ander museum is, eigenlijk als je nakijkt overal ter wereld waar lukt iets en waar lukt het niet, dat er altijd drie gemeenschappelijke kenmerken zijn. Eén, je hebt een pracht van een gebouw nodig. Uh, twee, je hebt een collectie nodig die de moeite is om te bekijken. En drie, je hebt een, een geloofwaardig verhaal nodig. Uh, het verhaal moet kloppen met de omgeving. En als die drie elementen samenkomen, dan heb je vaak een museum dat geslaagd is. En ik denk in Mechelen is er op dit ogenblik eigenlijk maar één die die pretentie kan waarmaken: dat is het dozijn. De rol van, van historici. Ruimer academici uh, bij een stadsmuseum is belangrijk. Uh, als een stadsmuseum ervoor kiest om een historisch museum te zijn, wat niet altijd hoeft, maar als ze daarvoor kiezen, dan lijkt het me evident dat zij de specialisten van het verleden, van het lokale verleden, uh, betrekken uh, in een wetenschappelijke raad. Die dus waar ze kunnen aftoetsen of de, de beelden, uh, de verhalen die zij over dat verleden vertellen, of die de toets van de wetenschappelijke kritiek doorstaan. Aan de andere kant moet de academische historici. Uh, zich goed realiseren dat een verhaal in een museum iets anders is dan een academisch verhaal. Hè. Het is anders omdat het een ander medium is. Uh, het is anders omdat uh, het verhaal zich richt tot een breed publiek, uh, waarbij je ook moet proberen om dat breed publiek goed te bedienen Dat doe je niet meer met een soort academisch vertoog, dat doe je zeker niet meer in academische taal. Uh, dus die twee spelen een, uh, een belangrijke rol, denk ik, maar een aparte rol. En ze zouden elkaar moeten, moeten versterken. Ik denk dat het, dat het mooiste zou zijn dat je iets hebt van wat ik wel eens een regisseursmuseum heb genoemd. En dat bedoel ik niet in een heel autoritaire zin van het woord. Maar ik bedoel een soort museum waarbij eigenlijk iedereen wel een keer regisseur zou kunnen zijn. Dus dat je, dat je als museum een soort ruimte laat om mensen vanuit heel verschillende werelden, niet per definitie de kunstwereld of de, of de museumwereld of zelfs niet de cultuurwereld alleen, in zo'n museum loslaat, een bepaalde periode en dan. Met de staf, met, met conservators, maar misschien ook wel met, met een paar hele goede schrijvers. Ik denk aan Amsterdam, iemand als Geert Mak bijvoorbeeld. Dat je, dat je, dat je door zo'n verzameling gaat, gaat lopen en, het, en, en probeert eens een heel ander verhaal te vertellen. Dat verhaal wat je normaal niet in zo'n museum krijgt. En dat er ook ligt. En ik denk dat je dan een museum opentrekt. Dat je het opeens interessanter maakt voor heel andere bezoekers. Wij voelen ons niet meer politiek gerepresenteerd. En als we over politiek praten, of over banken, of over verzekeringen, of over wat dan ook, dan hebben we altijd het gevoel dat die over onze hoofden heen praten en de beslissing nemen voor ons. En ik geloof dat we opnieuw op zoek zijn naar plekken waar dat die vorm van gesprek mogelijk is, op verschillende niveaus. Wat we dan meteen noemen cultuur, want we willen dat niet Volksuniversiteit noemen of hobbyclub en dat die musea die geëigende plekken van samenkomst zijn, waar dat die musea dan natuurlijk al die contradicties die niet toegelaten zijn bij banken, verzekeringen of bij de politiek, al die contradicties kunnen tonen en kunnen vertellen en kunnen Aanbieden om daarover te praten. Bijvoorbeeld de contradictie tussen iets wat ik begrijp en wat ik niet begrijp. De contradictie tussen jonge en oude kunst. De contradictie tussen dode en levende kunstenaars. De contradictie tussen dure en niet-dure kunsten. De contradictie tussen slecht en ik weet nog niet of het goed is. En tussen goed en misschien wordt het slecht. Dat is, stel je voor, waar, waar is dat nog mogelijk? We leven in een samenleving waar alles een soort van harmonie krijgt, een soort van vernis krijgt en waarbij de verschillen, de contradicties, de paradoxen, de differentiaties, de verschillen niet meer aangesproken worden. De musea zijn niet de oplossing van de wereld, hè? Het zal de scholen zijn belangrijk. Uh, het middenveld, dat is tegenwoordig is dat een schildwoord geworden. Uh, er zijn heel wat stuk, maar musea zijn daar een van de. Belangrijke spelers, vooral omdat, dat is wat Christer ook zei, omdat daar rare dingen kunnen gebeuren. Die je in de mainstream wereld van scholen of andere verenigingen minder aan bod kunt laten komen. Kunst is zoiets dat raar mag zijn, dat afwijkend mag zijn, dat gek mag zijn. Dan zitten we in de psychiatrie natuurlijk. Hè? Dus het is niet voor niks dat kunst en psychiatrie zo wel goed samengaan bij momenten. De gekte mag daar heersen. Dat is een opportuniteit. Maar het gaat altijd over verbinden, mensen samenbrengen.